dit is EU van FC. En die boys hier achter mij, dat zijn geen hooligans, maar de verdedigers, de spelers die vandaag gaan opnemen tegen EU, het monster. Het is hoog tijd om te beginnen. Oké, wie ben jij? Belletje. Heb je veel zelfvertrouwen? Ja. Waarom denk je dat je hem kan pakken? Hij is EU, het monster. Dan gooit hij in Bali! Yes? Dus, hey bro, hij gaat je pakken, zegt hij. Zien we dan wel. Trouwens, Esso naar hem, gewoon gedebuteerd Nederlands elftal nummer 10 en zo. Speelt bij Feyenoord, FC Straat Monster. Jelle. Wat ga je met EU op doen? Ik ga hem dwingen aan de linkerkant. Dus eigenlijk naar die kant, zeg maar. Ja, ik ga hem gewoon dwingen. Oh, scherp man. Ik ga hem dwingen aan de linkerkant. Ik ga hem dwingen aan de linkerkant. Hé, ja, je wou hem dwingen naar zijn linker, maar hij ging naar zijn linker. Ja. Deze man lijkt precies op hem. Hoi, joh. Zoek de verschillen. Ken je EU? Best wel. Van waar ken je hem? Via zijn video's. Wat vind je van hem? Dat is wel goed, maar ik kan hem aan. Zelfvertrouwen. We hebben niet één. Niet twee, niet drie, niet vier, niet vijf, maar 6 keepers. Maar Onur is nu aan de beurt. Dat is wel goed, maar ik kan ook aan. Bij EU hoef je helemaal geen sound effect te zetten. Je hoort gewoon kabam. Kabam. Ze hebben de grootste boy gepakt, zeg maar. Hé, toch? No, no, no. Hoe ga je het monster afstoppen? Dat gaan we zien. Wat gebeurde daar, man? Verkeerd uitgekomen. Straks ga je hem pakken, ja? Ja. Heide. Maar heb je meer krullen dan skills? Ik heb meer skills. Hoe ga je hem pakken? Ik weet het niet, man. We gaan het zien. Hey, man. Hij zegt niet eerlijk. Hij gaat alleen dribbelen en schieten. Maar wat moet hij doen dan? Gewoon actie maken. Moet gewoon, hij vliegen? Gewoon voor de shot. Hij zegt, je moet alleen maar dribbelen en zo. Ik sta gewoon 4-1 voor. Ik ga wel beter. Wat? Wat? Ja, nu mag jij aanvallen, hij gaat verdedigen. Oh, nee. Ben je verdediger? Ja. Dus je wil hem eten? Ja. Hey, op, hij durft niet te aanvallen op jou. Eet smakelijk, man. Ja, dank wel. Wat is er? We hebben toch even via de VAR teruggekeken. Buiten de 16 is uit. Ik heb hem afgekeurd. Twee linkervoeten. Hij is niet mee eens, maar maakt niet uit. Maar de vraag is, kan je hem pakken? Jij zegt, je wil op hem spelen. Hij kan ook goed verdedigen. Is goed, let hem dan eerst verdedigen. Nee, je doet zo, laat mij komen nu. Nee, is goed, laat hem komen. Boys, hij is uit de 16. We hebben hier Quinn en we hebben Livio. Ja, ik heb Livio, maar ik ben helemaal niet lief. Opeten. Ja, speelt tiki-taka 2 tegen 1. Jullie staan 4-2 achter. Hey, wat doe je, man? Hij is zoveel geluk, man. We hebben Moriba, hij heeft ook meegedaan aan FC Straat, the one and only. En we hebben hier? Ahmed. Ahmed. Oké, ben je ready? Sowieso.
Bij dit onderdeel kan je 5 punten winnen. Een aantal jongens zijn hier geblinddoekt. Ejub moet hier in deze halve cirkel proberen uit handen te blijven van deze boys. Het jachtseizoen wordt zometeen geopend. In 30 seconden moet hij dribbelen en de bal mag niet afgepakt worden. Huh? Huh? Amerikaantje spelen. Of zoals ze in Amsterdam zeggen, kampioen. Iedereen voor zich. De eerste twee die scoren gaan naar de finale. Bij dit onderdeel staat 5 punten weer op het spel. Let's go. 3, 2, 1, hier. Deze man gaat naar de finale. Onze tweeling gaat naar de finale. Hoi joh, zoek de verschillen. Als Ejub nu niet scoort, is het gewoon al klaar. Hè? Want dan heeft hij de finale niet gehaald. Hij moet nu scoren. 3, 2, 1, go. Wat doe je die dingen bij deze kinderen? Wat doe je dat? Twee panna's achter elkaar? Hij heeft trouwens niet voor niks PSG aan. Waarom heb je PSG aan? Waarom? Ik vind die trainingspak gewoon mooi. Niet iets in de wandelgangen dat je naar PSG gaat? Dus. Nee. Nog niet? Tuurlijk niet. Je speelt bij Feyenoord, de grootste club van de wereld. We hebben een finale. Ik zeg je eerlijk, ik weet niet waarom, maar jij begint met de bal. Ga maar. Go. We gaan nu follies doen. Elke keer als hij scoort krijgt hij een punt. Als hij mist, krijgen jullie een punt. Tuurlijk niet. Je hoort het, hè? Tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Hij kan niet met links schieten. Wee, je kan niet met links. Hij zei hij moet nog even inkomen. Maar later word ik zijn manager over zijn inkomen. Let's go. Hoe heet die strand in Den Haag? Wie zei tegen mij dat je moet met links schieten? Ik. Hi. Welke been ben jij? Rechts. Schiet met links. Koppen. Vangen. Vangen. Koppen. Vangen. Koppen. Vangen. Vangen. Oké, vangen. We gaan beginnen met koppen, ja? Pak die bal. We moeten terugkomen. Hij heeft hem gewoon klem.
De Eyup Airlines. Hij gooit Eyup Airlines, hè? Ik heb die man net gekraakt. Mijn man hier. Alsjeblieft, Josje, let op mijn man. Elke penalty die je scoort is 3 punten waard. 3. Hij gaat nu zelfs met links. Eyup, zijn nummer bij het Nederlands elftal is nummer 10. We hebben 10 keepers op goal staan. Als Eyup scoort, 10 punten. Als hij mist, 10 punten voor de andere partij. Let's go. Johnny, voel mij niet. Dat was ook van mij. Je staat zwaar voor, ik weet het. Maar wat nou als ik dit tegen jou zeg? Als je scoort, is het gelijk klaar. Maar als je mist, is het ook klaar voor jou. Is alles voor niks. Ja? Ja? Zeker weten? Ja. Monster heeft gewonnen. Vond je deze video tof? Doe blauw duimpje omhoog. Abonneer als ben je geen echte voetballer meer. Laat ons weten waar we de volgende keer moeten komen. Hey!